Dit is de Kilweg tussen het oude en nieuwe Barendrecht. Het is een hotspot waar opvallend veel reeën worden aangereden. De afgelopen 4 maanden zijn er op het eiland van IJsselmonde al zeker 10 reeën doodgereden in het verkeer. Zoals deze. Gisteravond aangereden. Hij leefde nog. We hebben hem meegenomen. En daarna hebben we hem vakkundig uit zijn lijden verlost. En gekeken wat het letsel was. Bij het openmaken bleek dus dat hij een gebroken rug had. En het is dan maar beter om zo'n beest uit zijn lijden te verlossen. Je ziet ook de kale plekken bovenop zijn kop. Dus hij is volgens de bestuurder ook met zijn kop, met zijn romp, tegen de voorkant van de auto gekomen. En de reeën die steken zomaar over, waarschuwen niet van tevoren. En de meeste stedelingen zijn er ook niet op bedacht. Zo'n beest springt ineens van je auto. Voordat je het weet, is het eigenlijk al gebeurd. We zijn in de Portlandpolder en dat ligt tussen Barendrecht en Ronin. En dat is eigenlijk een hele goede schuilgelegenheid voor het reewild. Hoe komt dat nou dat er zoveel meer aanrijdingen zijn met reeën? We zien op IJsselmonde de laatste jaren zien we steeds meer een stijging van het aantal reeën. Dat komt ook omdat er in de Hoekse Waard de territoria voor de reeën vol beginnen te raken. Dat is hier aan de overkant van het water, hè? Dat is aan de overkant van het water, de Oude Maas. En reeën kunnen heel goed zwemmen en die komen deze kant op. Daar waar ze heel bekend zijn in het gebied van de Hoekse Waard, zijn ze hier minder bekend, steken zomaar voor je neus over. En dan heb je een ree op de motorkap.